Dat is voor mijn thesis. Thank you.
Nog even een welkom woord voor de mensen die het laatste half uur zijn gekomen. Ik zal een klein beetje uitleggen hoe deze dag gaat lopen. Want we zijn natuurlijk begonnen. En stiekem zijn we nog helemaal niet begonnen. We hebben een straks officiële opening. Rond de lunch en zo, half één geloof. Dat wordt nog spectaculairder wat op dit moment aan de hand is. Dus we zijn nu eigenlijk bezig met het voorspel van wat een prachtige dag belooft te worden. Maar straks wordt het alleen nog maar veel mooier. Met heel veel historie. Heel veel geschiedenis. En vliegtuigen die bij elkaar op het veld staan. Ja, waarvan het eigenlijk heel lang geleden is dat ze in deze aantallen bij elkaar stonden. Eigenlijk gaan we gedurende de dag ook door de jaartallen heen. We zijn hier begonnen met een oude vliegtuig. En dat zijn de hele dag oude vliegtuigen. Aan het einde van de dag krijgen we iets modernere oude vliegtuigen, zo mag noemen. En momenteel is in de lucht die Hamlet DHC-1 Chipmunk. Oftewel Canadese eekhoorn. Daar Chipmunk vandaan komt. Het is een restbestel wat begonnen is voor de basisopleiding van militaire pilootvoeren. Het is eigenlijk ontworpen in eerste instantie voor een van de grootste luchtvaartfabrikanten van de Hamlet. Zijn verongelukt, zoals nu ook het geval is. Absoluut waar. Wat misschien wel bijzonder is om te vertellen, is dat de piloten die bij dit ongeluk zijn omgekomen, dus Mano bijvoorbeeld, is een persoon die waarschijnlijk eerder kon vliegen dan kon lopen. Bekend als opa Snor, de vliegende Snor, eigenlijk elke bijnaam met een snor. En die man kon dingen met een Piper Cub, of eigenlijk met alle vliegtuigen, die bijzonder waren. Ik heb nog nooit iemand anders letterlijk een 90 graden hoek met een Piper Cub zien vliegen en hij kon dat. Daarnaast kreeg hij het ook voor elkaar om bijvoorbeeld een theedoek te laten opwapperen vanaf de landingsbaan als hij langs vloog. Dat gaat gebeuren ongeveer van rijden. Ze komen zo meteen aanvliegen in Asian Wright en dan zie je op een gegeven moment het middelste vliegtuig omhoog gaan. Ja. Volgens mij gaat dat nu gebeuren. Dus als het goed is, ga je ze nu zien wisselen. Ja, ze zitten er al. Dit is wat in de luchtvaart een missing man formation. Thank you.
staat deze Alfred 2, die van de Classic Wings, eigenlijk is op vliegveld van Teugen nabij Apeldoorn. Er wordt gevlogen door Rob de Man, een heel gepassioneerde man die eigenlijk in zijn normale werk business jets vliegt. En in zijn vrije tijd met deze Antonov vliegt. En wat leuk is, u kunt namelijk met deze Antonov mee. Als u het leuk vindt om deze Antonov te vliegen, dan kunt u op de website van classicwings.nl kunt u een vluchtje boeken met deze Antonov. En ik kan u vertellen uit persoonlijke ervaring dat het echt heel erg leuk is. Ja, is dat mooi? Hoe ziet het eruit van binnen? Nou, het leuke is, het is oud, het ruikt oud, het ziet er oud uit. En er zit ook geen deur in de cockpit. Dus je kan vanuit achteren gewoon naar voren kijken wat er gebeurt. En het is allemaal old school. Echte, ja, robuuste metertjes. Een heel groot stuur zit erin. Je ziet de kabels door de cabine lopen waarmee gestuurd wordt richting die stuurvlakken. En het leuke aan deze Antonov is ook, als hij dus ook opstart, en zijn raampjes, als je goed naar het toestel kijkt, zo meteen als hij recht vliegt, die ramen zitten heel laag. En dat geeft namelijk een heel mooi uitzicht in het toestel, zeker omdat hij dus nu eigenlijk op snelheid vliegt. En de stoeltjes zitten. Diezelfde motor, praktisch een Hackbrick motor, heeft allerlei variaties. En hier is hij dan, dames en heren, de Super Duty. Lengte as van het vliegtuig, ook dat kan heel belangrijk zijn in de verzekering. Kun je op die manier achter je vijand komen. Het vliegtuig kan uitgerust zijn met zootje mitrailleurs. Deze versie bijvoorbeeld heeft een kanon dat door de neus schiet, dus dwars door de propeller heen. Waardoor je als piloot heel makkelijk kunt richten met richtingfouten. Er konden ook raketten onder en er kon een bom onder als je dat wilde. Ja, bij de Spoedig Wright ooit gekregen hadden gedacht als een manier om vrede te brengen in de wereld. Het waren de dominee's zoons, Orville en Wilbur Wright. Ja, heeft dat helaas niet dat effect mogen hebben. Het was al 13 jaar, nee, meteen 11 jaar na hun eerste gemotoriseerde vlucht in Kitty Hawk, Kill Devil Hills in North Carolina. Was het zover en werd het vliegtuig ontladen. Steve Jones, die de vlieger is. Dat je niet het vliegtuig dingen liet doen waardoor hij zijn vleugels brak, bij wijze van spreken. Als je te hoog door, maar toch wel een beetje videogames met een staalmotor zijn. Deze vliegtuigen hadden onwaarschijnlijk veel knopjes en alles moest je los en zelf regelen. En hier ziet u weer proberen achter. Nu zit de Messerschmitt op de staart van die Hurricane. Ga proberen te ontsnappen. Misschien ga ik het vaart zeggen, maar ik zal het nog zeker een paar keer zeggen. Stelt u zich voor, nu wordt er niet op je geschoten. Er zitten geen kogels in, er zitten geen kanonnen in. Maar je bent een jaar of 20, 21, 22, je hebt net leren vliegen. Een paar uur maar, 20, 30 uur soms maximaal. En dan ben je in de lucht, dan weet je dat je land bedreigd wordt door het meest afschuwelijke regime dat er op dat moment is. Het regime van de dag van de naties in Duitsland. En dan weet je dat je moet vechten. En dan weet je dat je vecht tegen mensen die al ervaring hebben. En wat je eigenlijk ziet is eigenlijk een dogfighter, de luchtgevechten van vroeger. En daarbij waren ze altijd met z'n tweeën, zoals die de Spitfire natuurlijk nu achter de Messerschmitt aan zit.
en de Hurricane daarachter. Wat die Hurricane eigenlijk op dit moment doet, is eigenlijk weer die check tail van de tweede toestel. Ze blijven altijd op elkaar. Ze checken elkaars lucht om het zo maar te doen. Iedere 2 seconden tussen het moment dat ze wegdraaien en dan zie je... En dus hebben alle vliegtuigen ook drie manieren om te besturen. Dat is zeg maar het hoogteroer, waarmee je omhoog en naar beneden gaat. Dat zit achter op de staart bij dit soort vliegtuigen, bij de meeste vliegtuigen. Je hebt op de vleugels heb je aerons, daarmee kan hij als het ware naar links en naar rechts rollen. Maar ook de staart achter kan links en rechts om bewegen. En dat wordt bestuurd met het voetenstuur. Dus een vlieger, een man of een vrouw die het vliegtuig bestuurt, bestuurt met voeten en handen het vliegtuig letterlijk. Shows en het toch vaak de Spitfire is. En voor de duidelijkheid, hè, niet de Lockheed Spitfire. Prachtig, mooi, heerlijk, schitterend, alles. Maar die Hurricane, daar heb ik toch nog een klein beetje reclame voor maken. Daar zijn er 14.000 van gemaakt en dat ding had toch een voordeel. In de oorlog. Toen het ingewikkeld gebouwd was. Ja, moeilijkere constructie. Prachtig, maar wel heel mooi. En in die tijd was het ook zo dat je... er een naam hing, hè? Sidney Kemp, de ontwerper van Hawker. Er hing een naam aan een vliegtuig. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Wat ik al zei, het is een hele lange buis ergens in de fabriek gemaakt. En zetten een staart en een cockpit voor. En dat doen ze dan goed. Ja. Mooi aan deze vliegtuig. Ja. Al die andere types die gingen zonder bescherming. Dan deden ze, ja, daar zat een haak aan dit vliegtuig, dan spanden ze een kabel. Daar zat dan dat zweefvliegtuig aan, dan kwam hij zo langzaam mogelijk aanvliegen. Ze probeerden die kabel op te tikken en sleepte dan dat zweefvliegtuig. Vandaar de term dus, Dragonwood. Deze Douglas
C-47 heeft hier gevlogen, hier, in 1944. Tijdens operatie Market Garden was dit vliegtuig daarbij aanwezig. 75 jaar geleden. Tussendoor even een heel andere mededeling, die eigenlijk voor maar één iemand is bedoeld. Namelijk Johannes van Hengel. Johannes, er is niets aan de hand. Waarschijnlijk heet je gewoon Johan. Behalve dat je, als je straks gaat kijken, een pasje van je werk kwijt bent. En dat hebben wij. Je bent geboren op 21 mei en je pasje ligt hier. En hier is bij de commentatoren, daar kun je niet helemaal komen, maar wel tot aan het hek als je je meldt. Gracieuze bewegingen zijn dit. En dit was de laatste trainer die je vloog. We hebben het al verteld, je begon op de Boeing Stearman. Eigenlijk is dat een dubbelnaam. Meneer Boeing had de firma Stearman verkocht. Stearman was een van die jongens die in Wichita in Kansas. Meneer Cessna zat er ook bij. Meneer Beach zat er bij. Allemaal namen die in de lichte vliegerij een enorm groot en belangrijk zijn geworden. Meneer Stearman was er ook een van. En natuurlijk William Boeing. En wil je Boeing redden, Stearman van de ondergang. En die had in zijn techniek had hij een prachtige tweedekker staan. En die tweedekker zie ik hier drie exemplaren op het veld. Dat was de eerste vliegtuig waar je als in Amerika leerde vliegen. Het tweede was, die hebben we gezien, die prachtige Frontier Valiant. Dat was de tweede, dat was dan de basic trainer, daar leerde je ook heel veel in. Het levende vliegtuig. Namelijk als Reno Air Racers gebruiken. In Reno en Arizona zijn daar elk jaar races met Warbirds. Die voeren ze helemaal op en dan gaan ze gigantisch hard. En degene die hetzelfde vliegtuig hebben, die wint de race. En dat is met, gaat het Corsairs en deze Mustang onder andere. En uiteindelijk en hier is er hard aan gewerkt dus om het vliegtuig in deze prachtige staat terug in de luchtruimte te laten keren. En als je aan je afvraagt, Air Race, of hou je nou zo'n Air Race, dan is zo nog heel groot, heb je heel veel woestijn. En wat staat hier, dan ga je verschillende pionnen en banen neer hebben. En dat is een soort circuit waar die vliegtuigen dan omheen moeten vliegen. Ja, wie dat zo snel mogelijk kan, die wint eigenlijk de wedstrijd. Ben heeft er een prachtig werk van gemaakt. Niet alleen om het vliegtuig perfect te restaureren, maar ook het aanbrengen van een tweede stoel en een dubbele besturing. Dat betekent dat als mensen dat graag willen, kunnen mensen meevliegen in deze prachtige Warbird. Nou, dat is toch wel echt een droom die uitkomt. Nou, mocht je daar erg geïnteresseerd staan, wij staan natuurlijk met de stand naast ons prachtige Blerie Oven. Dus ik denk, staan wij daar? Dus kom eens op wandelen. Opblaastent is een gigantische opblaasbare aggregaat. Ja, net hier voorbij staat bij de witte tent, daar staat een hele grote opblaasgaar. Daar kunt u de dames en heren van de vrijwilligers van de stichting. Jazeker. Nou, zoals ik al zei, net als de vliegtuigen, deze vliegtuigen zijn dus eigendom van de Stichting Groene Vogels. En wat doen wij nou? Er zijn heel veel musea natuurlijk in de hele wereld die prachtige oude vliegtuigen tentoonstellen en aan mensen laten zien. Maar dat is volgens mij niet het einddoel. Wat wij proberen te doen, niet alleen te laten zien, maar ook te laten leven. Dat u deze prachtige Nederlandse historie, juist op Nederlandse historie.
Momenteel vliegen op de KDC-10 vanaf de vliegbasis Eindhoven. En op zijn vrije tijd vliegt hij op deze Spitfire. Maar niet alleen deze Spitfire, nee, er komen nog meer Spitfires. Namelijk een Spitfire met een echte geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Die is aangekocht door de directie van Jumbo. En die Spitfire wordt ook gevlogen door Ralfsakker. Hoe blij man ben je? Als je eigenlijk je vliegcarrière kan zeggen, ja, ik vlieg, of heb je zeg dat gewoon. Ik zit nog steeds te twijfelen. Ik sta er al te ik van Spitfire vliegen ook, zou ik denken. Ja, dat is goed. Ralf is ook zo'n jongen die verloren is, eigenlijk gevlogen.
Voor de eerste. Voor rechts. Elke. Mannen en vrouwen die over heel Amerika, heel klein beetje in Europa, maar eigenlijk bijna niet, echt over de vleugel liepen. En er zijn zelfs filmpjes dat ze aan het tennissen zijn op de vleugel. En dan lijkt het alsof ze raken links langs elkaar. Kijk op rook op. Ja, die rook uit die uitlaat.
staan in deze wat wonderlijke houding. Het is ook niet zoals je bij de kassa bij Albert Heijn gaat staan. Het bijzondere aan deze chest is dat ik er twee woorden doorheen. Daar val ik op propeller voor op zijn neus en daar achter zoveel push- en pull systeem. De Amerikanen noemen het ook wel suck and blow. En ik had zelf heel erg op de lucht. Maar hoe je aan deze specifieke chest hebt, er zit namelijk een heel mooi verhaal aan vast. Deze O2 van de stichting Postbellum is door eigenlijk de Groofbakker en door Erik Brouwer naar Nederland toegehaald. Want nadat zij de film Bad 71 hadden gezien. Het doel van hun was eigenlijk, jij ziet altijd overal Tweede Wereldoorlog vliegtuigen. Vliegtuigen aan de Vietnamtijd die worden niet zoveel getoond. En die mannen wouden dat. En is hun gelukt, namelijk deze O2. En heel recent geleden, door het algemeen, dat is nog een stukje historie van deze specifieke Cessna. De O2 eigenlijk. En zo is meer, zijn de mannen van Postbellum in contact gekomen. Aanval is naar Nederland toegekomen. Die heeft een lezing gegeven op Teuge in de Skydeck hangar. En dat was super mooi om te horen wat die man allemaal deed vroeger met deze Cessna. Wat ze ook onder andere deden waren pamfletten verdelen. Dat vlogen ze over gebied en dan gooiden ze daar pamfletten uit. En dat stond op propaganda toen de tijd. De Cessna's, dat is wel mooi, die naam Cessna die is van Clyde Cessna. Dat was een meneer die in 1910, 1911 een racevliegtuig bouwde. Hij ging ermee vliegen en zei tegen zichzelf... Het afstand gaat ook klaar snel, dat is dan wel weer positief zo te maken. We kunnen allemaal beetje knippen. Ja, dat is allemaal een beetje knippen. Ja, die knippen. Science fiction, hè? Het is net Star Wars. Ik weet niet, hè. Oh. Nou, hoe je dat? Waarom denk je dat? Dirk Evers vult zijn dagen met kunstvliegen. U kunt met hem meevliegen. En dan mag u tegen hem zeggen, doe een beetje rustig aan en dan zal ik dat ook zeker doen. Maar ik wil u zeer aanraden. Dirk is een professionele kunstvlieger. Stuntvlieger. Zijn bits. Die bits is bedacht voor dit werk. Die is volkomen ongeschikt voor een gezellig reisje. Hij heeft geen bagage, ja, wel bagage eruit, maar dan ongeveer een kernkaart in. Die heb je wel nodig, want hij gebruikt een beetje veel plezier. En dan is hij geschikt voor dit werk. Want er is hij voor gemaakt. Curtis Pits heeft dat ding in de jaren 50 gewoon hier voor de vorige. De eerste pitchen kwamen naar Nederland bij Niets over Holland. We komen toe met Seth Rundgren. De oude onderzoek zullen dat nog wel eens gezien hebben. Hier zag u al zo'n outside, een halve outside ploeg. Dat wil zeggen dat zijn hoofd dat buiten is. En dat is gruwelijk. Wat ik zeg, dat is heel... Dan krijg je omgekeerde G-kracht. Dus dat wordt je niet zwaar. Dan ben ik wel vast. Honden zijn voor de honden, hè? Klein beetje feesten op. Ik wil niet zeggen dat we gewoon de motie
tenminste. Ja. Oh, we staan weer tegen toen ik hierheen kwam. Laat gaan jullie weg dan. Wij zijn er niet de enige gedaan, hè? Ja, alleen ik had de museum, die is wat ingedimd. Ja? Museum. Ja, die is wel iets ingedimd. En ik zei tegen hem, maar moet je mooi op? Of doe ons altijd zo. Ja, dat wordt een zenuwachtig. Ja, dat wordt een zenuwachtig. Ik ga gewoon naar de auto. Gaat naar Mercedes mee. Waar zat hij? Ik kan er mee in zo'n kamer op de Thomas de hoek op. Was hij? Wie? Een kammetje op de Thomas erop. Ja, zag u Hendrik Jan van Overhoek, ziet u nu de moeilijkste manoeuvre maken die er is in de kunstvliegerij. De outside. Outside cirkel. Dus deze cirkel vliegt u dan met een tamelijk hoge snelheid met zijn hoofd naar buiten. En dan krijg je dus positieve. Hendrik Jan van Overvest die deze prachtige extra. Dan zit hij vastgestemd met een soort van ja, harnas wat eigenlijk een beetje meer lijkt op spanbanden. Hij zit zo ontzettend vast dat hij gewoon eigenlijk geen kant op kan. En het is ook niet zo gek als je kijkt naar alle bewegingen die gewoon hier doet. Zoals nu hier die rolreis naar beneden. Een rolreis van 420 graden per seconde. Nou Frank blijft aerobatic hier gaan een hele uitdaging. Niet alleen om op zijn vliegtuig, maar ook voor zichzelf. Om tegen die elementen te vliegen. Want het vliegtuig doet eigenlijk alles wat je vraagt, zoals je nu ziet ook. Dus op zijn kop, scheef, rechtdoor. Alles wat je doet, doet een vliegtuig ook. Dus echt bizar. En daarvoor is het vliegtuig ook gemaakt. Het vliegtuig is echt gemaakt voor aerobatics. Om dus in het vliegtuig te kunnen doen. En Frank is heel druk. Zijn vliegtuig heeft hij normaal staan op Tesla Airport. En als hij dan tijd heeft, dan pakt hij de boot thuis op en dan vliegt hij daar rond met David Sugoi om maar te trainen, om te inspireren. Dat is wat Frank wil doen, inspireren de jongens en meiden hier op de grond, inspireren om te vliegen. Daarvoor is het natuurlijk ook, we fly to inspire. Solo's in vliegen, Steve van Dijk. Hij is ook lid van het team van de Dutch Thunder X. Zeg, en Erik, hoe werkt dat nou? Als je dan formatie vliegt, hè, dan heb je een leader. Dat is de man die we ook op de radio horen, die vertelt wat er gebeurt. Hoe kunnen die andere vliegers nou precies zorgen dat ze zo strak achteraan vliegen? Wat is de korte truc daarvan? Nou, Wout, de grote truc daarvan is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Ja. De leader is eigenlijk de enige die weet waar het team naartoe gaat
De anderen die hebben geen tijd om hun ogen ergens anders op te richten dan op de leader. Die kunnen alleen maar naar de leader kijken en de positie handhaven. En dan zijn ze continu bezig met alle controles die ze hebben. Stuurkolom, voeten, gas, om die positie vast te houden. Ze kijken naar de leader en proberen continu de afstand en de stand van vliegtuig ten opzichte van de leader gelijk te houden. Ja, ja, ja. Hier komen ze langs in de Swan Formation. De leader vliegt dus voorop, dames en heren. De leader is Chris van den Broek, Chris Contact van den Broek. Nummer 2 aan de rechterzijde is Marcel Lindenberg. Nummer 3 aan de linkervleugel is Willem Doorduin. En nummer 4 in de box. In het midden nu is Steve van Dijk. Als je nou denkt dat het belangrijk is om... Je ziet ook dat de vliegtuigen niet recht achter elkaar vliegen. Dat kan ook niet, hè. Je kunt zich voorstellen dat zo'n propeller en zo'n vliegtuig die lucht toch behoorlijk verstoort. En dan is het heel moeilijk vliegen. Dus ze vliegen altijd een beetje of onder elkaar of naast elkaar. Zodat ze zo weinig mogelijk last van elkaar hebben en elkaar zo goed mogelijk kunnen zien. Ga die tegenkomen. Er moet echt op de plaats komen. Dat kan je niet beslissen, man. Waar staat dat? Ik weet niet meer.